Yes, welkom allemaal. Welkom bij deze Mythes van de Toekomstavond. De boekpresentatie naar aanleiding van het gelijknamige werk van de toekomstonderzoeker en docent Yannick Dujardin. We gaan vanavond eerst in gesprek over het dominante wereldbeeld en de assumpties die in ons de huidige manier waarop we naar de toekomst kijken en over de toekomst nadenken. Heel duidelijk vormen. En vervolgens in het tweede deel gaan we in gesprek. Wat kan kritisch toekomstdenken, wat kan het ons bieden? Wat voor een alternatieve toekomsten kunnen we dan gaan verbeelden? Elk deel wordt ingeleid door Yannick, die een stuk uit zijn boek voordraagt. En daarna gaan we in gesprek met de sprekers hier aan tafel. Het eerste uur is echt dus gefocust op het neerleggen van de basis van het boek en het gesprek. Maar we zijn natuurlijk heel erg blij dat jullie er ook allemaal zijn. Zowel de mensen hier in de zaal als de mensen thuis. En we gaan ook heel graag met jullie in gesprek. Dus na een uur dan nemen we afscheid van onze online kijkers. En dan is er ruimte voor jullie om vragen te stellen, ideeën te delen, opmerkingen te maken met alle sprekers. Dus ik hoop heel erg dat jullie dat doen. Voel je vooral vrij om je in het gesprek te mengen. We gaan gewoon meteen van start. En dat doen we door de eerste basis te leggen van deze avond. En dat is, zoals ik al zei, als eerst maar eens even analyseren op welke manier zijn we nu bezig. En Yannick, heel fijn dat je er bent. Jij gaat ons even meenemen in jouw werk. En dan praten we door met elkaar. Dus ik geef heel graag het woord aan jou. Dank je. Ik zal beginnen met een stuk voor te lezen met de titel: Mensen zijn inherent competitief, oftewel homo homini lupus. We zijn allemaal egoïstisch van nature. Allemaal wolven in schaapsvacht. Als de mens de kans krijgt, kiest hij voor zichzelf. Alleen als het helpen van een ander jouzelf iets oplevert, zal je het doen. We kunnen er niet aan doen. Het zit in onze genen en het is de reden waarom de menselijke soort zo succesvol is. Kwatsch. Dat is toch wat wetenschappelijk onderzoek aantoont. Hiervoor moeten we even kijken naar het onderzoek van gedragsbiologen zoals Frans de Waal. Hij bestudeert het gewoontedrag van mensapen om te zien wat biologisch ingebakken zit in alle primaten, waaronder de mens. Dat is nuttig, want het menselijke brein is deels gelijk aan dat van primaten. Je moet het zo zien. Zoogdieren vertrekken allemaal van hetzelfde basisbrein dat zich lang geleden in de evolutie heeft gevormd. In elke evolutionaire stap werd een laagje aan dat brein toegevoegd, maar de basis blijft overal aanwezig. Concreet wil dat zeggen dat de mens over een aantal complexe cognitieve functies beschikt waar andere dieren niet over beschikken. Zoals complexe taal, de relativiteit van tijd, alhoewel sommigen van ons begrijpen dat. Maar de basis van onze natuurlijke gedragingen delen we met onze voorouders. Uit het onderzoek van Frans de Waal blijkt dat primaten, met wie we dus onze voorouders delen, sociale wezens zijn die altijd leven in een hiërarchisch geordende groep. Die hiërarchie is gebaseerd op wat het beste is voor de groep. Sociale verhoudingen zijn doorslaggevend voor de overleving en voortplanting. Inherent zijn we empathisch, niet egoïstisch en dragen we zorg voor elkaar. Wij zijn volgens de Waal echte groepsdieren die coöperatief zijn en gevoelig voor onrecht. Er wordt wel agressief gedrag vertoond naar andere apen. Maar dan is het vaak gericht op individuen die niet goed meewerken en te competitief of egoïstisch zijn. Ook zullen apen minder coöperatief worden indien ze de anderen niet kennen of zien, of indien de ander hen eerder iets misdaan heeft. De wetenschap zegt dus dat we van nature eerder empathisch en altruïstisch zijn, tenzij de context ons reden heeft om dat niet te zijn. Een andere interessante studie naar de invloed van de omgeving op het gedrag van primaten is dat van Sarah Kovalaskas, James K. Rilling en John Lindow, in 2020 gepubliceerd in Genes, Brain and Behavior. Daarin onderzochten ze het genetisch verschil tussen bonobo's en chimpansees en de invloed van hun fysieke omgeving daarop. Bonobo's en chimpansees zijn onze nauwste verwanten uit het dierenrijk en delen 99% van hun DNA met ons. Onderling verschillen ze ook nauwelijks.
en tot de jaren 30 werden ze zelfs niet beschouwd als aparte diersoorten. Ondertussen weet men dat beide soorten van dezelfde voorouder afstammen, maar dat ze ongeveer 1,7 miljoen jaar geleden hun eigen weg zijn uitgegaan. Dit komt omdat de Congo-rivier hun habitat in twee heeft gesplitst. De chimpansees leven wijdverspreid in de bossen ten noorden van de Congo, een gebied dat zich ook uitstrekt in andere Afrikaanse landen. Maar de bonobo's zijn enkel te vinden in de laaglanden ten zuiden van de rivier. Fysiek lijken ze misschien nog heel hard op elkaar, maar in hun gedrag en sociale organisatie zijn grote verschillen merkbaar. Bonobo's zijn over het algemeen vredelievend. Als ze in contact komen met andere groepen, gaan ze vredevol met elkaar om en verkiezen ze conflictresolutie boven geweld. Hun groepen zijn matriarchaal. Ze worden geleid door vrouwtjes. Chimpansees daarentegen zijn zeer agressief. Ze gebruiken oorlogsvoering om andere troepen uit te schakelen en vertonen zelfs cannibalistisch gedrag. Ze zijn ook patriarchaal en worden geleid door dominante mannetjes. De onderzoekers ontdekten dat deze gedragsverschillen konden verklaard worden door de andere omgeving waarin beide soorten zich ontwikkelden. In de gebieden ten noorden van de Congo, waar de chimpansees voorkomen, is er schaarste van voedsel en zijn de apen grotendeels aangewezen op jacht. Maar het gebied waar de bonobo's leven is rijk aan grondvegetatie die hen het hele jaar door voorziet van een overvloed aan voedsel. Competitie met anderen is niet nodig, er is genoeg voor iedereen. Zo konden ze in grotere groepen samen voedsel verzamelen en verdelen, in plaats van in isolatie en competitie met anderen te moeten overleven. Vrouwtjes konden sterkere sociale banden kweken in de groep, waardoor ze gemakkelijker mannelijke dominantie konden tegengaan en niet hoefden te paren met agressieve mannetjes. Het genetisch onderzoek naar beide soorten toont aan dat deze context een impact heeft gehad op hun evolutie. Zo zagen ze bij de bonobo's genetische wegen gerelateerd aan de hormonen oxytocine, die een rol speelt in de vorming van sociale banden, serotonine, belangrijk voor agressiebeheersing, en gonadotropine, die een rol speelt in seksueel gedrag. Zo konden de onderzoekers dus de verschillende gedragsevoluties bij beide diersoorten koppelen aan de omgeving waarin ze zich ontwikkelden en meer specifiek aan de mate van schaarste en competitie. Primaten, onze nauwste verwanten met wie we een oerbrein delen, zijn dus over het algemeen altruïstisch, coöperatief en vredelievend, tenzij de context ander gedrag stimuleert. Dat de mens van nature een competitief wezen is, klopt dus niet. Agressief gedrag wordt aangewakkerd door het egoïsme van anderen en competitief gedrag ontstaat in een omgeving van schaarste. En waarop is onze economie nu net gebaseerd? You get the point. Kom lekker bij. Yes, Janiek, schrijf lekker aan, anders dan zit je zo ver van me af. Misschien heel even eerst. Je vertelt iets over primaten. Wat misschien iets anders is dan wat de mensen in de zaal verwachten toen ze naar deze avond kwamen. Maar volgens mij is het kernpunt dat je wil maken. Er heerst een dominante overtuiging dat mensen een competitief soort zijn. Dat het in onze DNA zit. Ja. En jij zegt eigenlijk, dit onderzoek laat zien dat niet zo is. Ja. Waarom is dat zo belangrijk om dat te ontkrachten? Het is een van en dat is wat ik de mythes noem in het boek. Het is een van de diepgewortelde aannames over de mens en ook de samenleving die past bij een dominant wereldbeeld waar onze westerse samenleving vooral de afgelopen 50 jaar eigenlijk gekend heeft. Waarin dus heel wat aannames zitten die eigenlijk niet kloppen. Wetenschappelijk gezien, of die gewoon niet voor iedereen opgaan. Mm-hmm. Dus er zijn heel wat mensen die er niet mee akkoord zijn. Maar toch wordt onze maatschappij voor een groot deel geleid volgens die aannames. Het wordt ingericht aan de hand van die aannames. Het wordt daardoor ingericht. En het wordt ook aanvaard eigenlijk door een groot deel van de samenleving als de werkelijkheid, omdat het ingebakken zit of ingebakken wordt via opvoeding, via cultuur, via beelden, via politiek, via instellingen en zo verder.
Waarom is dat nu belangrijk om bloot te leggen? Ik vermoed dat we daar straks wel nog in iets meer detail over wat dat wereldbeeld nu precies is en wat daarbij hoort, daarop kunnen ingaan. Maar waarom is dat nu belangrijk om dat bloot te leggen als het gaat over de toekomst? Want daar gaat het boek natuurlijk over. Het boek is begonnen vanuit de vaststelling tijdens de pandemie dat er heel wat structurele crisissen van de samenleving op een pijnlijke manier werden blootgelegd tijdens de pandemie. Dus ze zijn al lang aanwezig, maar ze hebben eigenlijk de pandemie versterkt en ervoor gezorgd dat onze reactie erop inadequaat was, niet adequaat kon zijn. Een aantal voorbeelden. Klimaatverandering vergroot de kans dat mensen in contact komen met nieuwe diersoorten, nieuwe virussen meebrengen. Economische ongelijkheid heeft een impact gehad op hoeveel mensen uiteindelijk besmet zijn geraakt, omdat een groot deel van de mensen in condities leeft waar ze besmetting veel moeilijker konden vermijden. Dat heeft een impact gehad op overvolle ziekenhuizen, waar er allang sprake is van privatisering, wat een impact heeft op de kwaliteit. Globale distributieketens, de organisatie van globale distributieketens heeft ervoor gezorgd dat medisch materiaal niet snel genoeg in ziekenhuizen was, en zo verder. Dus al die heel wat van die maatschappelijke crisissen zijn daarin duidelijk geworden. Maar die waren eigenlijk allang aanwezig. Mm. En allang waarschuwen experts ons daarvoor dat de kans erin zit dat zo'n ding gebeuren. Dus de vraag was, hoe komt het dan dat we ons niet anders organiseren als we die inzichten hebben? Ja. Waarom is het zo moeilijk om onze maatschappelijke organisatie, die nu gebaseerd is op een wereldbeeld waarvan we weten dat ze eigenlijk niet correct is en dat ze ook niet werkt, hoe komt het dat we daar zo hardnekkig aan blijven vasthangen, dat het zo moeilijk is om daarvan los te raken? Hmm. Want dat is de reden, als we proberen oplossingen te bedenken voor onze structurele crisis op de lange termijn, dat wereldbeeld is de reden, is hetgene dat vaak in de weg staat om dus anders te gaan nadenken. Hey, en dan dat wereldbeeld, want je boek heet De mythes van de toekomst, het neoliberalisme voorbij. Hmm. Dus daar even van uitgaan dat het neoliberalisme dus inderdaad dat dominante wereldbeeld is, wat eigenlijk dus ons verblindt voor ook de feiten die dat tegenspreken, dat the way to go is. Ja. Toch? Kan je heel even in het kort, wat versta jij precies onder het neoliberalisme? Ja, dus eerst wat andere begrippen die ik ook in het boek aanhaal, die zeer geleerd zijn bijvoorbeeld kapitalisme en groeidenken. Waarom specifiek neoliberalisme? Omdat dat een bepaalde invulling is van het kapitalisme. Dus het kapitalistisch systeem bestaat al heel lang, bestaat al eeuwen. Maar de afgelopen 50 jaar zien we daar toch een specifieke invulling van, waarnaar men over het algemeen verwijst als het neoliberalisme. En dat is het idee dat je een zo vrij mogelijke markt moet kunnen creëren met zo weinig mogelijk overheidsinmenging. Een competitieve markt, dat ten goede komt van de volledige samenleving. Vanuit het geloof dat de mens is dus competitief. Competitie brengt het beste in ons naar boven. Dus we zullen betere innovaties bedenken, betere bedrijven oprichten, betere oplossingen. En uiteindelijk zal de beste van die oplossingen het maken in de vrije markt, wat ten goede komt van de hele samenleving. Binnen de sociale wetenschap wordt dat natuurlijk al lang beschreven dat dat helemaal niet klopt. En dat bijvoorbeeld dit soort vrijmarktprincipes, die ook worden toegepast in openbare sectoren, daar eigenlijk tegenovergestelde effect hebben. Ja. Kwaliteit van gezondheidszorg gaat naar beneden, kwaliteit van het onderwijs gaat naar beneden. De aandacht voor cultuur bijvoorbeeld. En zo verder. En de pandemie was eigenlijk voor jou het momentum dat je dacht, nou, zichtbaarder was het misschien al, maar je kan er nu echt niet meer omheen. Je ziet hoe het systeem faalt. Ja. Daar moet ik een boek over schrijven. Ja, inderdaad, dat was de aanleiding van nu is het moment om dit naar buiten te brengen. En vooral ook hetgene dat wij doen als toekomstonderzoeker naar buiten brengen. Namelijk, in de eerste plaats mensen bewust maken van die wereldbeelden die een impact hebben op ons denken, die eigenlijk gaan deconstrueren, om zo de weg vrij te maken om alternatieven te bedenken. Omdat, wat blijkt, als je gewoon vraagt aan mensen om toekomstalternatieven te bedenken, dat is zeer moeilijk. En er zitten nog wat toekomstonderzoekers in de zaal die er straks bij komen en die zullen dat ook bevestigen. Dat is heel moeilijk, mensen, om in die verbeelding iets anders, echt iets structureel anders, iets waarin dat... Om los te komen uit dat beeld dat zo dominant ook in onze hoofden zit. Ja, om die los te laten. Vind je dat zelf dan niet ook moeilijk? Ja, heel moeilijk. Zeker. Ook ik ben zogezegd, ik ben geboren in de jaren 90. Ik ben een product van de neoliberale samenleving. Yeah.
En dat is een constante bewuste zoektocht bij alles dat je doet, denkt en zo verder, om daar natuurlijk bloot te leggen van hoe dat bepaalde dingen in dat denken meekomen. Ja, dat is absoluut waar. En weet je nog het moment dat jij voor het eerst dat het kwartje bij jou viel? Dat je dacht, dit klopt niet. Ik moet anders gaan nadenken. Weet je nog waar dat bij jou begon? Nee, dat is moeilijk te zeggen, omdat natuurlijk dat soort dingen al van heel vroeg door geen opvoeding en dat soort zaken mee identiteit vormen. Maar waar heel specifiek wel de aanleiding voor dit boek vandaan kwam, was een onderzoek dat ik heb gedaan voor het kunstencentrum in Mechelen, in Vlaanderen. En het kunstencentrum had simpelweg het gevoel dat ze in een creatieve standstill zaten. Van de sector zit vast. We zien eigenlijk geen creatieve vernieuwing meer. Het is niet meer exciting. We weten eigenlijk niet hoe dat komt en hoe dat we daaruit kunnen raken. Bij toekomstverkenning keren we altijd eerst terug naar het verleden. Hoe zijn we tot dit punt gekomen? Hoe ervaren jullie dat? En daaruit bleek dus dat ze sinds de jaren 90, niet toevallig, in wat zij de professionaliseringsperiode noemen, zaten. Dus er werd vanuit de overheid verwacht dat cultuur doelen diende. Dus instrumentalisering van cultuur. En er werd van hen verwacht dat ze steeds meer deden met minder middelen. Efficiënt beheer. Dus die subsidies werden teruggedrongen, maar tegelijkertijd kwamen bij die subsidies heel wat regels kijken. Omdat als je wil dat middelen efficiënt beheerd worden, ja, dan moet er iemand dat controleren of dat ze efficiënt beheerd worden en wat er gebeurt met die middelen. Dus worden er allerlei controlemechanismen en procedures en regels ingevoerd om te zorgen dat die middelen in de culturele sector goed besteed worden, waardoor mensen in culturele centra uiteindelijk meer bezig zijn met administratie en regelgeving en geen aandacht meer kunnen schenken aan de culturele bodem. Het is eigenlijk een compleet tegenovergestelde van wat men verwacht in dat vrije marktdenken. Dat zorgt voor efficiëntie, dat zorgt voor de beste oplossingen. Eigenlijk in de culturele sector zorgt dat net voor een complete standstill en eigenlijk geen vernieuwende gedachten meer, geen verandering van gedachten. Ja. En toen begon dat in te zinken, omdat daarbij bij dat die neoliberale hegemonie uitkwam, dat ik daar verder onderzoek naartoe ben beginnen doen. En dus zo kom je uit... Het dominante denken. En zo kom je uit bij distributieketens, zo kom je uit bij de groeiende economische ongelijkheid, raciale ongelijkheid die daar door ook groeit. En al die crisissen die dus eigenlijk in het boek worden beschreven. Ja. Dat was de aanleiding. Ja. Dus dat was een specifiek moment wel om hier naartoe te gaan. Ja. Mooi, dankjewel. Ik ga de andere sprekers erbij vragen, want je bent inderdaad niet alleen vanavond. We hebben namelijk nog drie andere toekomstdenkers, alle op hun eigen manier gevraagd om aan te schuiven. En dat zijn Christian Fruno, futurist en medeoprichter van de Chrononauten. Kom er lekker bij. Ja. Rolinka Katau, de Next Nature Academy en Lab Lead. Heel fijn dat je er bent. Jullie mogen wel klappen hoor. Laat ze maar een beetje welkom voelen. Yes. En dan Abel van Gijlsrijk, de frontman van de punkband Hang Youth en oprichter van platenlabel Burning Thick. Yes. Abel, je hebt ook geen... Kunnen jullie dit glasje water even aan Abel doorgeven? Ja, natuurlijk. Die heeft er nu geen meer. Ik heb de zenuwen. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Distributieketen. Precies, een hele korte. Wel een efficiënte ook. Heel goed dat jullie er zijn. Ook om voor de mensen in de zaal om even een beeld te krijgen. Wie zijn jullie, op welke manier zijn jullie hiermee bezig? Ga ik gewoon toch eerst even langs ieder van jullie. Om te beginnen bij jou, Christian. Als je nu luistert naar de eerste basis die Yannick heeft neergelegd, wat herken je daar dan in vanuit jouw eigen praktijk? Op welke manier ben jij met de toekomst denken? Wij kijken iets langer terug. Wij handelen vanuit een historisch futuristisch model. Daar maken wij scenario's mee. En wij gaan 800 jaar terug, helemaal aan het begin van de westerse moderniteit. Dus het model is ook wel iets wat eurocentrisch, wat dat betreft. Maar goed, om te reageren op wat jij zei. Wat je wel ziet, denk ik, is dat volgens mij onder ons wereldbeeld is natuurlijk best wel gelaagd. En onder ons, neocapitalistische
trend die we nu, die nu heerst, zit gewoon dat apenbrein waar je het eerder over had, zit ook nog verborgen. Dus een hele grote, hele sterke trend in de westerse moderniteit is namelijk democratisering. Hm. En het is een hele emancipatoire cultuur ook. En dat zit er ook nog onder. Dus, nou goed, daar kunnen we het later denk ik nog wat meer over hebben. Hm. Maar ik denk neoliberalisme is één schil van de ui, zeg maar, van onze cultuur. En daaronder zitten ook hele democratische, emancipatoire krachten. Mm-hmm. Die heel erg onderdeel zijn van onze, ja, onze moderne cultuur, of postmoderne cultuur. En Christian, en dan de Chrononauten, wat is dat dan precies? Om mensen een klein beetje context te geven van op welke manier jij bezig bent. Oh, nou, onze studio heet, of ons bedrijfje heet Studio Monnik. Daar doen we dus lange termijn trendonderzoek. We maken nieuwe historisch-futuristische denkramen, zodat je je kan positioneren in het hier en nu. Niet alleen aan het verleden, maar ook aan mogelijke toekomsten. En daar helpen we organisaties mee, bedrijven en overheden, om na te denken op de lange termijn. We zoeken een beetje ook naar een publieke rol. Dus sinds een jaar hebben we een wekelijkse nieuwsbrief. Het heet De Chrononauten. En komt een nieuw boek uit over een paar maanden. Het heet Alles Komt Goed, Amsterdam in 2091. En daarvan zijn ook die dus die beelden die sorry, ik ben even je naam vergeten, maar die erachter heeft geplakt, komen dus uit het boek, een deel daarvan. Ja. Ja. En ja. Hey, misschien heel even een klein beetje Alles Komt Goed. Kan je een heel korte teaser geven van hoe dan? Zie je toch? Ja, nou, er is dus, ja, ik kan er later wel mee gaan. Dus je ziet zeg maar dat we, dus heel in het kort, dat historisch-futuristische model is, de beste manier om het te verklaren is in drie archetypes. Dus, je hebt zeg maar de homo nobilis, waar fysieke veiligheid een van de grote uitdagingen was van de samenleving. Dan komt eigenlijk de grote overgang, of eigenlijk die overgang consolideerde, was de introductie van een nieuwe informatietechnologie, de boekdrukkunst, waardoor de homo economicus eigenlijk langzaam dominanter werd. En die zocht natuurlijk naar economische veiligheid. En vervolgens, nadat die kunstmatige schaarste waar jij het al over had, die natuurlijk onderdeel is van die homo economicus, langzaam eigenlijk wel overging in meer overvloedigere manieren waarop we onszelf organiseren, kwam eigenlijk de homo romanticus op. En dat is de betekenis zoekende mens. En die zoekt eigenlijk naar emotionele veiligheid. En dat heeft allemaal goede en slechte kanten, zitten daaraan. Maar eigenlijk ook best wel goede kanten. Want het is eigenlijk een mens die eigenlijk van nature uitgaat van overvloed. Op het moment dat je economische veiligheid garandeert, dan ga je eigenlijk op zoek naar emotionele veiligheid. En dit is eigenlijk het model in een soort van nutshell. Het is nog veel gelaagder. Maar in ieder geval dus, ja, dat alles komt goed is eigenlijk een wereld waarin de homo romanticus het voor het zeggen heeft. En iedereen een beetje wanhopig op zoek is naar emotionele veiligheid. Het is natuurlijk, ja, dus het beeld wat we wilden schetsen in Alles Komt Goed is vooral, de toekomsten zijn er vooral om over na te denken, of toekomstbeelden. Hmm. En dat is Alles Komt Goed ook. Het is een illustratieve gids naar een Amsterdam waarin alles goed is gekomen op een of andere manier. En er zit een tijdslijn bij. Er zijn allemaal beslissingen genomen waarom die wereld zo is ontstaan. Maar het is vooral de bedoeling om je te inspireren of te confronteren om over die toekomst te gaan nadenken. Om zelfbeelden te genereren, eigenlijk. Ja. Ja. Mooi, dank. Je mic galmt een beetje, maar ik denk dat onze technicus misschien zit het niet die twee. Nee, hopelijk wordt het zo opgelost. Maar ik ga even door naar Rolinka. Rolinka, jij bent aan Next Nature verbonden, zowel aan de Academy als aan het lab. Maar misschien om als eerst heel even iets meer te horen over wat Next Nature precies is. Ja, Next Nature is een future lab. En dat onderzoekt eigenlijk de impact van technologie op mens en planeet. En dat doen we door speculatieve projecten te maken. We
maken eigenlijk mogelijke toekomsten ervaarbaar, zichtbaar en tastbaar. En dat doen we vanuit het idee dat we onderzoeken eigenlijk de natuur van de toekomst. Technologie hoort bij de mens en zolang wij bestaan zetten we technologie in om de omstandigheden het hoofd te bieden. En daarom zijn we er nog. Dus wij hebben technologie nodig, maar technologie heeft ons ook nodig. Dus we begonnen met, bij wijze van spreken, een vel om ons heen en een dak boven ons hoofd. We hebben het alfabet uitgevonden, de klok, medicijnen. Allemaal technologieën die soms al heel natuurlijk zijn geworden. Waarmee wij overleven. En daarmee krijgt technologie eigenlijk ook een soort ontwikkeling on its own. En wij kijken van, bijna gaan mensen samen met technologieën een soort volgende evolutionaire fase in. Technologieën zijn soms zo natuurlijk dat we ze helemaal niet meer beschouwen als technologieën. Nee. Dus dat is een beetje de lens waardoor wij kijken. En daarbij kijken we natuurlijk ook, daarbij willen we ook het debat stimuleren in de samenleving. Dus we kijken ook naar de nachtmerries en naar de dromen. Nee. En creëren we met die projecten een soort spaces of dialogue, klinkt het dan heel mooi, waarmee je met het publiek ook aan de praat gaat van, hoe zou je nou kunnen nadenken over de toekomst van een onderwerp? Ja. Wat je hier achter me nu net ziet is een tentoonstelling die we gaan openen in het Evoluon. Dat is een heel leuk ruimteschip in Eindhoven. Een futuristisch icoon uit de jaren 60. Het was een museum voor techniek en kunst van Philips. En wij gaan daar een nieuw verhaal neerzetten, omdat we ook geloven dat er een nieuw verhaal nodig is. Mm-hmm. En dat wordt dus eigenlijk het verhaal wat ik even heel kort schets. Het sluit heel mooi aan bij dit onderwerp, omdat we terugkijken naar de geschiedenis van de toekomst. Dus hoe keken we naar de toekomst? Andere voorbeelden die ik kan geven is, we hebben bijvoorbeeld ook een VR-tijdmachine gemaakt. Daarmee reis je naar de toekomst en dan niet een paar honderd jaar vooruit, maar 4,5 miljard jaar vooruit en verder. Dus je reist naar het opbranden van de zon. En ondertussen kom je van alles tegen. Dyson spheres, galaxies die colliden. Noem het, ik zeg het allemaal in het Engels, want zo zit het in mijn hoofd. Maar het is gewoon, het is out of this world. Nee, het is ontzettend leuk. Het is een VR-ervaring. VR. Ja. Experience. Die een minuut of zeven duurt, maar je hebt het idee dat je een half uur erin zit. Je bent weg. En je komt eigenlijk ook weer terug als een cel en ontwikkel je weer. Uiteindelijk stap je in vandaag ook weer uit, dus het is ook wel cyclisch. Dat zijn voorbeelden van de projecten die we doen. Ik heb ook nog volgens mij een ander slide van een... Ja, dat is onze Energy Belt. Mm-hmm. Dat is een product geïnspireerd op nanotechnologie. En dat is een belt waarmee je telefoon aan je buikvet kan opladen. Dus als je wil afvallen is dat heel lekker. Maar je kunt je ook afvragen of het nou echt gezond is. En dat is een product bij ons van de Nano Supermarkt. En de Nano Supermarkt is een mobiele supermarkt. Een oude SRV-bus die we heel mooi hebben omgebouwd tot een plek waar je producten gebaseerd op nanotechnologie kan vinden. En een laatste voorbeeld wat ik nog had meegenomen, dat is een beeld uit ons project dat heet Reproditopia. En het gaat over de toekomst van voortplanting. In de wetenschap, we werken heel veel samen met wetenschappers, maar we toppen het altijd af met verbeelding. En Reproditopia is gebaseerd op een onderzoek van een Eindhovense wetenschapper naar de kunstbaarmoeder, om vroeggeboortes ook op een goede manier te kunnen behandelen. En wij hebben toen gedacht, wat betekent dat eigenlijk voor de toekomst van families, voor de toekomst van zwanger zijn en voor de toekomst van seks en voor de toekomst van draagmoeder, dier, whateverschap. Menschap, dus we stellen heel veel vragen over wat voor impact dat zou kunnen hebben. Leuk, dank. Tot slot, Abel. Sommige mensen, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wie kent Hang Youth? Kijk, nog niet zo heel veel. Dus dat is leuk. Misschien zullen we anders heel even een klein stukje kijken en dat je daarna gaat vertellen? Ja? Dus we hebben even een kleine teaser. Het probleem met je baan is dat je niet vrijwillig gaat.
het leuk, maar je kan niet kiezen om niet te gaan. Kleine teaser. Maar Hang Youth is een punkband. Dus je hebt geen Future Lab. Je bent niet aan de hogeschool verbonden. Maar ook zo is jij... dat geen Future Lab. Nou, in dezelfde zin misschien. Maar we hebben je wel... Ik ging hier juist naartoe, Abel. Maar we hebben jou juist wel als toekomstdenker uitgenodigd. Op welke manier herken jij jezelf en het werk wat jij doet... In dit boek of in dit verhaal? Ik ben gewoon iemand die dit soort boeken leest... en daar dan een soort populaire cultuur van maakt, toch? Mm-hmm. Denk ik. Mm-hmm. Ja. En specifiek ook echt over neoliberalisme en het kapitalisme. Ja, in de uiting van Hang Youth inderdaad wel, ja. Dat gaat gewoon dan letterlijk over dat. Ja. Omdat de vorm punk zich daar heel goed voor leent. Mm-hmm. En omdat ook op een gegeven moment... want ik lees die boeken, maar ik snap ze ook niet helemaal. En ik weet zeker dat de meeste mensen het ook niet helemaal snappen... of gewoon er niet eens aan beginnen, toch? Dus dan zoek ik naar de kern ervan. Mm-hmm. En daar maak ik dan een soort één catchy zin van... die het goed doet bij meezingen. Snap wat ik bedoel? En dan, zeker. En dan die wereld daaromheen, die kleden we helemaal aan... met soort van nog extra intense betekenis. Zo. Die soort van die video die je net liet zien. Dat, zeg maar, het is een beetje een domme video... maar hij knipoogt een beetje naar grunge en Kurt Cobain... die zichzelf natuurlijk heeft doodgeschoten... omdat hij het kapitalisme niet aankon, weet je wel? Gewoon het, zeg maar, het MTV... De MTV-erificatie van muziek, wat natuurlijk extreem kapitalistisch is. Zeg maar dat kon hij niet aan. Gewoon dat heb ik dan weer uit zo'n ander boek, wat net in beeld was, dat kapitalistisch realisme. Daar zat een stukje in van dat, zeg maar, hij in dat boek zegt hij zo van... Kurt Cobain had op een gegeven moment gewoon door dat er niks beters verkoopt... dan een aanklacht tegen het kapitalisme. Snap je? En ja, goed, daar gaat die video dan een beetje over. Maar goed, wat ik probeer te zeggen is gewoon... we maken er dan gewoon een catchy ding van... en dan doen we gewoon in alle shit eromheen... allemaal nog lagen die er ook mee te maken hebben. En dan op een gegeven moment zijn mensen zo diep in die rabbit hole... dat ze gewoon van ellende ook dat boek gaan lezen. Nee, maar goed, en wat denk ik leuk is dat... een paar weken geleden zat jij in een tegenlichtaflevering en daar legde jij eigenlijk ook uit waarom je het zo belangrijk vindt om op dezelfde manier ook die mythe te doorbreken. Die wereld die zo dominant is te doorbreken. Ja, want kijk, als ik zeg populaire cultuur, dat bedoel ik natuurlijk kunst die veel mensen zien. En kunst gaat natuurlijk over verhalen. Dat is gewoon alleen maar verhalen vertellen. Ja. Weet je, dus het is... ja, in essentie gewoon gaat het al over verhalen vertellen. En punk in het specifiek gaat over vooral oude verhalen kapot maken. Zodat je je eigen nieuwe kan vertellen. Ja. En dat proberen we ook te doen. Gewoon door inderdaad nieuwe woorden te bedenken of zo. Of dingen te duiden op een, of in een context te presenteren. Op een manier waardoor de oude betekenis er vanaf valt en een nieuwe betekenis erbij komt of zo, weet je wel? Ja. Dat een beetje te gidsen. Ja, precies. Ja. Nou, Yannick, voor mij was dat herkenning tussen het werk dat jullie beiden... Ja, toen je mij vroeg en je zei waar het boek over ging, toen dacht ik van ja, daar gaat al mijn shit ook over. Precies. Ja, absoluut. Ja. Want als ik moet samenvatten waar het boek over gaat, is het ook deconstructie, reconstructie. Om daar een beetje de logica achteruit te leggen. Hoe we denken over de toekomst beïnvloedt ons handelen vandaag. Mm-hmm. Want dat stimuleert anticipatie.
En daar zijn we constant mee bezig. Als we denken dat het gaat regenen, nemen we een paraplu mee. Dat is anticipatie. Wij moeten daar niet over nadenken. Dat gebeurt automatisch. Wat dat we vandaag doen, heeft een impact op de toekomst, ja, natuurlijk. Alleen, de toekomst is hier niet vandaag. Bestaat niet. We kunnen ze niet zien, we kunnen ze niet observeren. Dus we weten niet wat het gaat zijn. Dus de beelden die we hebben over de toekomst zijn altijd gebaseerd op veronderstellingen over wat zal zijn of wat kan zijn. Ja. En die veronderstellingen kunnen op heel wat gebaseerd zijn. Hè. Kunnen op wetenschap gebaseerd zijn, bijvoorbeeld, waarin dat we er wel van uitgaan dat de modellen die we gebruiken bruikbaar zijn. Maar vaak zijn die ook gebaseerd op een onderliggend, impliciet wereldbeeld. Een hegemonisch systeem waarvan we ons eigenlijk niet bewust zijn dat we die hebben geïnternaliseerd. En die beïnvloeden dus onze beelden van de toekomst. En die beelden beïnvloeden ons handelen vandaag. En zo zet je eigenlijk een soort vicieuze cirkel. Dus wat wij doen als kritische futuristen is die deconstructie van dat denken vandaag, dat blootleggen. Wat zijn eigenlijk die ideeën die daarachter zitten? Wat zijn die dieperliggende mythes, die buikverhalen over de mens en de samenleving? Om zo de weg vrij te maken om dan alternatieven te bedenken. Ja. En dus, ja, dat is super herkenbaar. En waarom ik het ook fantastisch vind, waarom dat Abel erbij zit, is omdat ik, en dat is nog maar recent, nadat ik daar een aantal boeken ook over, nu dat ik me aan het verdiepen ben in het anarchisme ook, dat ik mezelf soms een anarcho-futurist begin te noemen. Hmm. Want? Want... Anarcho-futurist. Ja. Okay. Dus het anarchisme in de kern draait rond eigenlijk het op zoek gaan naar een menselijke toestand, een samenleving waarin mensen zowel in vrijheid als gelijkheid. Hé. Dus we hebben het idee dat 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 clasht met elkaar. Dus, ofwel heb je gelijkheid in die liberale, vrije democratie, zoals dat we die nu kennen. Ofwel heb je gelijkheid, maar dan kom je in een soort totalitair communistische staat terecht. Maar volgens de anarchistische denkers is dat net niet zo, want het individu kan niet vrij zijn zolang er geen sprake is van gelijkheid binnen een community. Dus de vrijheid van het individu zit hem in de gemeenschap en in de ontplooiing daarbinnen. En dus anarchisten verzetten zich tegen elke vorm van autoriteit, elke vorm die van bovenaf eigenlijk gaat bepalen hoe levens moeten of kunnen geleid worden of gedachten moeten gedacht worden. Of dat dan nu gaat over staat of over iets als de markt, dat ook beschouwd wordt als een autoriteit. Nu, waarom noem ik mezelf zo? Als je terugkijkt, en dan sluiten we misschien wel aan bij het werk van Christian, naar de geschiedenis van het kapitalisme, zogezegd, of van het creëren van schaarste. Dat kunnen we inderdaad ver terug, honderden jaren terug. We kunnen naar 15e en 16e eeuwse Engeland, waarin dat je common boerengronden had. Dus boerengronden die werden gedeeld door alle boeren. Totdat de adel besloot van daar letterlijk hekken rond te zetten en te zeggen, dit is nu van ons. En bewapend te beschermen. Waarmee dat ze eigenlijk schaarste creëerden voor iets dat van nature in overvloed aanwezig was en door iedereen gebruikt kon worden. Hetzelfde zie je terug in de industriële revolutie met mijn arbeid. Dus iedereen kan arbeid leveren en daar dan in principe de vruchten van plukken. Maar in het kapitalistisch systeem heb je een elite gehad die erin geslaagd is van, daar eigenlijk, van dat te commodificeren, arbeid. Van dat eigenlijk privébezit van te maken. Dus opnieuw is dat van nature in overvloed aanwezig is en dat iedereen kan doen. Eigenlijk gaan schaarste gaan creëren. In het internettijdperk zie je hetzelfde gebeuren met informatie. En je ziet ook hetzelfde gebeuren met verbeelding. Dus in die zin dat er in een zekere zin bedoeld of onbedoeld, dat is niet altijd bedoeld, vaak wel, want dat staat ook uitgelegd in het boek, dat er wel een bepaalde groep mensen is die heel bewust die neoliberale hegemonie heeft geïnstalleerd in de samenleving. Maar er worden dus in zekere zin hekken geplaatst rond die verbeelding. Hmm. Over die beelden die we hebben over de toekomst, de beelden die we kunnen hebben over de toekomst, die worden voor een groot deel bepaald door dominante verhalen die zeer bewust in de samenleving verspreid worden. Maar denk dus zelf niet dat de uitdagingen nu zo groot zijn en ook zo urgent zijn, dat waar ik heel erg aan moet denken is aan de energietransitie. Hè? Als je bijvoorbeeld denkt aan de zon, die is er gewoon. Dus je zou zeggen, jongens, energie is er gewoon in overvloed. Als we zorgen dat het op de een of andere manier ook goed kan worden opgeslagen en kan worden gedistribueerd, dan zouden we eigenlijk, ik zeg niet dat we er meteen vanaf zijn, maar je zou op een andere manier over energie kunnen denken.
Wat je nu toch wel ziet, en dat is volgens mij ook dat er in de maatschappij ook echt andere bewegingen te zien zijn die daar gewoon geen trek meer in hebben. En het werkt niet meer, ja. Weet je? Ja. Dus het kapitalisme is gewoon ten einde. We komen er nu massaal achter dat het een beetje een dead end street is. Ja, dat klopt. Dus er zijn veel verhalen. Voor de duidelijkheid, het is niet het enige verhaal, het is een dominante hegemonie, maar tegelijkertijd kan je als futurist ook niet anders, en dan, daar zullen we het straks over hebben, dan erkennen dat er evenveel toekomstbeelden zijn als dat er mensen rondlopen. Ja. En toch zie je ook, als we gaan nadenken over die postkapitalistische samenleving, en Abel zei het ook, het is gemakkelijker soms om het einde van de wereld voor te stellen dan een postkapitalistische samenleving. Hmm. Want ook bijvoorbeeld die groene energietransitie gaan we vaak vanuit diezelfde denkkaders toch gaan beschouwen. En in een zekere zin zie je dan nu ook het idee van het dominante idee in westerse liberale democratieën is we moeten de klimaatcrisis aanpakken, maar wat groene groei wordt genoemd, terwijl opnieuw heel veel wetenschappers zeggen dat is een illusie. Je kan niet blijven groeien. Groeien. Maar toch is dat wel opnieuw het standaard uitgangspunt van overheden. Ja. Dus je ziet opnieuw hetzelfde. Je wil wel, maar het is heel moeilijk om daarvoor bij te gaan. Niet onmogelijk. Maar laten we daar dan even verder op ingaan. Want misschien zitten we dus nu wel op een momentum dat eigenlijk heel geschikt is om alternatieve toekomstbeelden erbij gaan halen. Ja. Maar hoe doe je dat dan? En op welke manier kan je dan te werk gaan? En voordat we daar verder over in gesprek gaan, Yannick, wil ik jou vragen om nog een klein stukje voor te dragen uit je boek. Zeker. Om ons even mee te nemen in dat toekomstdenken. En dan gaan we verder uitpluizen op welke manier dat we dat nou eigenlijk kunnen gaan doen. Ja, dat is goed. Ja, wil je daar zitten? Wil je hier even staan? Wat vind je fijn? Voor mij gelijk. Nou, dan blijf je lekker zitten. Oké, dat is goed. Moet ik even de pagina terugzoeken? Ik heb hem hier ook. 125. Dus het stuk dat ik nu zal voorlezen noemt No Normal Future. We moeten stoppen met te proberen de toekomst te voorspellen. Dat zegt de beroemde futurist Jim Dator. Het maakt niet uit hoeveel geld er wordt gepompt in voorspellende modellen en big data en hoeveel er gesproken wordt over superforecasting. De tijd dat de mens met hoge zekerheid enige relevante voorspellingen kon maken, is al enkele honderden jaren voorbij. Voor de industriële revolutie zag het leven van kleinkinderen er niet zo heel anders uit dan dat van hun grootouders. Maar door de exponentiële acceleratie van verandering de afgelopen honderden jaren en vooral de afgelopen decennia, is dat steeds minder het geval. Verandering versnelt niet enkel, ze verandert ook van schaal. In een steeds meer geglobaliseerde en intergeconnecteerde wereld gebeurt verandering steeds meer simultaan op verschillende plaatsen en verschillende schalen tegelijk. Zo wordt het maken van relatief accurate voorspellingen over de toekomst een zeer complexe taak. Toch blijven we vasthouden aan het idee dat we dit wel kunnen, volgens Dator. Dat zie je in de manier waarop we over de toekomst spreken. Onze uitspraken over de toekomst zetten vol referenties naar de meest waarschijnlijke toekomst, de minst waarschijnlijke toekomst, worst case scenario's en allerlei andere woorden en metaforen die wijzen op de assumptie dat er zoiets is als een normale toekomst, waar tegenover alle andere opties afwijkingen zijn. Die normale toekomst zouden we moeten kunnen vastleggen als we de juiste data en de juiste modellen gebruiken. We behandelen de toekomst als een vastgelegde plaats voor ons waar we naartoe evolueren. Fluctuaties zijn misschien wel mogelijk door ons gedrag aan te passen, maar dat gedrag is over het algemeen gebaseerd op een gedetermineerd beeld van wat kan of zal komen. Daarbij houden we vaak een voorkeursbeeld voor ogen van wat we willen bereiken. Dat beeld van een vaste enkelvoudige toekomst wordt ook versterkt door de manier waarop we met het verleden omgaan. We ervaren het verleden ook als een soort continuum, een objectief verhaal opgebouwd uit logisch opeenvolgende elementen, alsof een andere chronologie niet had kunnen bestaan. Daardoor zien we volgens Dator het verleden als een soort proloog voor het heden en de toekomst. En negeren we dat die beelden ook constant veranderen naar gelang de wensen, noden en normen van het heden. We kunnen dan ook alles weten wat we moeten weten over die toekomst door het verleden te bestuderen, denken we. Maar door de versnelling, complexiteit en gelijktijdigheid van verandering is dat dus steeds minder het geval. Volgens Dator bestaat de normale toekomst dan ook niet. Dat ontdekte hij zelf toen hij lang geleden begon met toekomstonderzoek.
Toen beschreef hij zichzelf nog als een techno-optimist die geloofde dat je met de juiste data en het juiste model accurate voorspellingen kon maken, in lijn met de dominante ideologie van die tijd. Met een stevige onderzoeksbeurs op zak ging hij op zoek naar het juiste model. Maar hij stootte op een probleem. Nu moet ik even mijn beste Engels bovenhalen. While there were a huge number of fellow techno-optimists, there were also population and environmental doomsayers. There were women and their sympathizers who pointed out both were masculine fantasies. There were people who said that women and men were oppressive categories. There were indigenous people who argued very persuasively that high-tech development was actually nothing but the de-development and deconstruction of one's pleasant and successful cultures. And many poor or marginalized groups in society had similar objections to the high-tech dreams and the doomsayers' wailings. In zijn zoektocht ontdekte hij dus heel wat verschillende, vaak tegengestelde perspectieven. Hij vroeg zich dan ook af, wie heeft nu gelijk? Aanvankelijk was dat de kern van zijn zoektocht. Maar hoe meer hij ze bestudeerde, hoe meer hij besefte dat al die concurrerende beelden zowel correct als gelimiteerd waren. Geen enkel beeld capteerde het volledige plaatje en de meesten zagen geen onmiddellijke reden om de beelden van de anderen in overweging te nemen. Jim Dator kwam tot de conclusie dat er niet één juiste toekomst is, maar wel veel verschillende beelden van de toekomst, allen met een eigen set aan acties en beleidsbeslissingen. Elke groep met eigen beelden was ervan overtuigd dat zij het bij het rechte eind hadden. Het was onmogelijk om het correcte beeld te achterhalen. Dator voelde zich verplicht als academicus en als futurist om alle beelden in overweging te nemen, te bestuderen en te delen met de rest van de wereld. Er is dus geen normale toekomst, concludeert hij. Maar er zijn wel veel alternatieve beelden van de toekomst. En allen zijn ze echt. Zo komt Jim Dator aan zijn eerste wet van de toekomst. The future cannot be predicted because the future does not exist. Wat je dan wel kan doen volgens hem is beelden van de toekomst bestuderen, alternatieve toekomsten voorstellen en gewenste of verkiesbare toekomsten verbeelden, uitvinden, implementeren, evalueren en herzien. Yes, dankjewel. Goed, dus eigenlijk hebben we met elkaar geconstateerd. Als je vast blijft zitten in een dominant wereldbeeld, dan beïnvloedt dat de manier waarop je naar de toekomst kijkt. En daarmee zit je eigenlijk, blijf je vastzitten in het heden. Dus we moeten gaan deconstrueren, maar de toekomst voorspellen, dat kan eigenlijk niet, want de toekomst bestaat niet. Maar er bestaan wel heel veel beelden van toekomsten die zouden kunnen ontstaan. Toch in ieder geval als we spreken over de verre toekomst. Ja. Dus in het verlengde heden, in de nabijheid, is er wel veel meer dan we natuurlijk kunnen vastleggen. Dus dat kan wel genuanceerd worden, dat beeld van Dator. En er zijn bepaalde zaken die we wel in zekere zin kunnen voorspellen. Zo hebben we klimaatmodellen die ons natuurlijk aantonen als dit, dan dat. Maar met zekerheid zeggen wat op de lange termijn zal gebeuren, dat kan niet, want er zijn altijd dingen die ongedacht, ongezien of op dit moment buiten onze referentiekaders zitten, die waarschijnlijk in die periode... Kijk, onze lange termijn denker. Ja. Nou ja, ik denk, in principe heeft het natuurlijk gelijk, de toekomst bestaat niet, in principe, dat denk ik ook. Maar het verleden bestaat in die zin natuurlijk ook niet. Dat is natuurlijk ook een constructie. Klopt. En ik denk, om ons te positioneren in het hier en nu, moet je je vasthouden aan een verhaal over het verleden en een verhaal over de toekomst. Mm-hmm. Dat is de manier, zolang je maar weet dat er twee lenzen zijn en niet twee waarheden, dat is de manier waarop je navigeert in de wereld. Zowel op dagelijkse schaal, van ik ga naar de supermarkt, dan ga je al uit dat die open is, of dat die, je gaat uit van ontelbare dingen. Factoren, Factoren, waardoor je denkt van, ik kan daar wel een kilootje bananen halen. Maar dat kan natuurlijk van alles gebeurd zijn. Hmm. Maar je hebt toch een soort van verwachtingenpatroon nodig, gebaseerd op het verleden, waarop je moet hanteren. En dat gezegd, dat is ook het idee wat we hadden met het World Tree Model, wat overigens is een ode is aan het World Tree Model, waar de Club van Rome ooit Limits to Growth. Dat is trouwens een kwalitatief model. Dus wij dachten van, dat is een heel verhaal. Maar wij dachten, we gaan een kwantitatief model verzinnen, omdat je het niet op data kan uitrekenen. Hmm. Maar goed, dat gezegd, als je inderdaad
je focust op het kapitalisme, dan is je toekomst altijd een soort van anticapitalisme. Hmm. En dat is ook meteen, denk ik... Dus je zegt dat is beperken. Valkuil. Ja, dus als je een andere lens geeft op het verleden... dus als je kijkt naar de westerse moderniteit, waar natuurlijk ook wat we nu het kapitalisme noemen en wat we vroeger het mercantilisme noemen, et cetera, wat daar ook in opkwam. Maar er zijn nog veel meer stromingen daarin. Bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe informatietechnologieën. Het gesproken woord ging over in het gedrukte woord. En nu gaat het gedrukte woord weer over in het geactiveerde woord. Met het gedrukte woord kwam ook een hele nieuwe publieke sfeer op, waardoor eigenlijk een grotere sfeer van vertrouwen plaatsvond. En eigenlijk een nieuwe emancipatoire drift, maar ook een hogere complexiteit van de samenleving ontstond. Nou, we gaan nu naar een nog diepere informatiecultuur, waar waarschijnlijk een nog, als we dat in goede banen leiden tenminste, een nog dieper vertrouwen eigenlijk uit kan voortkomen en nog een hogere complexiteit. Dat zou je nu niet zeggen, maar dat zou je vroeger ook niet zeggen toen de boekdrukkunst opkwam. Mm-hmm. Als je keek naar die 200, 300 jaar die daarop volgden, dacht je ook, wat een chaos. Nou goed, dus we missen nu nog de instituties, de architectuur van vertrouwen om die nieuwe informatietechnologie in goede banen te leiden. Maar in principe zou je kunnen zeggen, nou, dan gaan we naar een hogere mate van sociaal vertrouwen toe. Hmm. Een nog dieper emancipatoire publieke ruimte. Dus dat is een andere lens die je erop kan gooien. Ja. Dus maar als je alleen maar kijkt naar het kapitalistische deel of het economische lens van de afgelopen 800 jaar, ja, dan kom je dus op een soort van een anti terecht. En dat is natuurlijk ook wat anarchisme is. Dat kwam op als een anticapitalistisch ding. Dus het moment dat Karl Marx en Engels en al die maatjes toen in de 19e eeuw zeiden van, oh, er is zoiets als het kapitalisme. Toen begonnen uit diezelfde scene kwam er, we moeten communisme of socialisme of anarchisme. Mm-hmm. Al die antistromingen kwamen op. En dat is toch een beetje een zwaktebod. In ieder geval zo ervaren wij dat. Mm. Dus wij dachten, je moet een andere lens gooien op het verleden dan die dominante kapitalistische lens. Niet dat die niet waar is, maar die biedt misschien niet de tools om weg voorwaarts te banen die inspirerend is. Maar welke lens hebben jullie dan genomen om dat niet te negeren? Want het bestaat er wel. Maar nou ja, dus wij gebruiken dat archetype van Homo Romanticus is eigenlijk soort van heel gelaagd model waarin de mate van vertrouwen, de complexiteit van instituties, de economische ordening, de grote uitdaging van de samenleving niet economische veiligheid, maar emotionele veiligheid. Dus door een andere lens, zowel op het verleden als daarmee op het heden te zetten, kan je ook op een andere manier een toekomst... Precies, en het is een heel gelaagd model. Ja, dat zou je nu niet zeggen met deze drie types hier. Maar algelang de omstandigheden kan je daar een laag uithalen. En die uitlichten. En die uitlichten. Ja. En hopelijk dat dat inspireert tot het een of ander, tot een gesprek. Ja. Abel, Rolinka, hoe herkennen jullie deze kritiek? Waar ik heel erg aan moet denken ook is... sorry, maar misschien wel eigenlijk wat zit. Is als je kijkt naar complexiteit, eigenlijk als je kijkt naar realiteit. De realiteit is gewoon een som van heel veel perspectieven. Er is niet één realiteit. Mm-hmm. Dus er is ook niet één verleden, er is ook niet één toekomst. En ik denk dat als je nu ook kijkt naar complexe problemen, klimaat of armoede of ongelijkheid, dan kun je dat niet eenzijdig bekijken. Als dat eenzijdig zou zijn, dan was het al lang opgelost. Als iets gecompliceerd is, dan deconstrueer je het. Je haalt het uit elkaar, je gaat kijken wat is er, je schroeft het op een andere manier in elkaar. Maar je ziet nu bijvoorbeeld ook in de kwantumfysica, en ik ben totaal geen beta, maar wat ik er wel van begrijp is dat je... dat er heel veel dingen tegelijkertijd gebeuren. Dus dat er ook in de harde wetenschap bewijzen voor zijn dat er simultaan van alles aan gaande is. En wat ik heel interessant zou vinden is dat je zou kijken naar wat weten we uit de inheemse culturen en de inheemse wetenschap of knowledge. Want ik denk dat we onze relatie met onze omgeving, dus de natuur en de planeet, echt vet moeten herdenken. Mm-hmm. En dat zullen we op een andere manier moeten doen dan vanuit het neoliberale of vanuit het kapitalistische oogpunt. Want dat is gewoon een vrij klein deel van de wereld. Het Westen denkt op deze manier. In het Oosten of in hele andere delen van de wereld wordt er überhaupt niet zo gedacht. Wij hebben een
research gedaan voor onze tentoonstelling over de geschiedenis van de toekomst. Die dan vanaf september gaat er vooral heen. Toen hebben we ons ook afgevraagd van ja, dit is natuurlijk ook onze lens, van onze westerse lens. Hoe denken eigenlijk hele andere werelddelen over de toekomst? Er zijn ook werelddelen of culturen waar toekomst helemaal niet bestaat. Je kijkt gewoon naar waar je vandaan komt. Mm-hmm. En van daaruit ben jij hier nu. Dus dat vind ik ook wel... we moeten veel... Ja, eigenlijk een soort rewilding the future. We moeten gewoon ons toe kunnen staan om op totaal andere manieren over die toekomst na te denken. Mm. In plaats van via een soort lineaire of bekende paden. Mm. En dit gaat natuurlijk over het liberalisme, of het neoliberalisme. Dus dat is by definition dan afgekaderd in een westers denken. Ja. Maar ik zou wel denken van jongens, laten we het ietsje breder pakken. Want we zitten met mondiale vraagstukken. Laten we ook eens kijken wat we kunnen opsteken van andere delen van de wereld. Ja, dus meerdere lenzen toevoegen. Ja. Totaal, ja. Abel, hoe luister jij naar dit gesprek? Ik vind het heel ingewikkeld. Ik weet, zeg maar, ik snap het. We moeten inderdaad heel breed en naar andere dingen. En een soort van het kapitalisme is niet het enige. En het anarchisme is een soort van ding erop. Alleen, ik zit iedere dag gewoon met het idee van. Kijk, Mark Rutte is gewoon nog steeds shit aan het runnen. En andere Mark Rutten zijn elders shit aan het runnen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En de zeespiegel stijgt. En je weet toch, er is gewoon geen fucking tijd om al die nuance en soort van, dit zeiden ze natuurlijk 100 jaar geleden ook. We moeten kijken naar wat de andere gasten in India vonden. En dan gaan ze dat weer kijken. En soort van, het voelt gewoon voor mij heel erg alsof er helemaal geen tijd is voor al deze nuance en zo. Ik denk gewoon van, zolang Rutte... Met dat telefoontje. Zolang hij daarmee wegkomt, is er een maatschappelijk denkprobleem over wat wij belangrijk vinden, wat wij moeten veranderen nu. Snap je? En dan maakt het. Ja, dan zo zie ik kapitalisme ook, want het is misschien dan. Het wordt een beetje een soort van gekke term. Maar het is meer een ideologie, toch? Het Zizek-idee van het is een ideologie. Het is niet een systeem, het is een manier van denken. Ja. En dat moet, om dat kapot te maken, moet je inderdaad eerst, wat jij zegt, soort van, moet je wel degelijk kijken van welke mythes. Van dat denken fokken ons op, zodat we verder kunnen. Maar ik vind het heel interessant wat jij zegt van dat er is nog zoveel meer. En veel meer dan dat, denk ik. Ja, ja, zeker. Maar er is een main modus die groot is. Het is wel interessant. Ik herken natuurlijk heel erg je frustraties. Dus het is niet als ik niet op hete kolen zit. Ik ook, hoor. Tuurlijk. Maar ik vind het wel interessant als je bijvoorbeeld nadenkt over die veiligheidslens. Bijvoorbeeld fysieke veiligheid, economische veiligheid en emotionele veiligheid. Dan is het natuurlijk heel interessant dat het gesprek over een basisinkomen of het afschaffen van het erfrecht of al dat soort best wel radicale toolkits om economische veiligheid te garanderen. Ja, dat zijn toch wel interessante gedachten dan. Want je moet op een gegeven moment wel een praktisch ding voorstellen, zeg maar. Ja, maar als je nu iedereen geld geeft, dan distribueert het kapitalisme het vanzelf weer naar de rijken, toch? Een soort van naar de mensen die de shit bezitten. Ja, ik weet niet of dat zo is. Stel je voor dat je het erfrecht afschaft. Probeer daar eens op te speculeren. Ja, maar dit gebeurt de hele tijd, toch? Ik snap niet wat het precies hoe het werkt. Ja. Maar ik kan wel het als je dan weer een stap terug doet, dan zie je als je alleen dat verandert, dan door de alle schakeltjes in het systeem Toch weer verkeerd. Mijn hoop ligt op dat al die speculatieve verhalen van Yannick, van jou, van ons, dat dat op een gegeven moment in elkaar klikt. En dat daar gewoon praktische
Ja, maar ben je het er niet mee eens dat het ook een filosofisch denkding is? Want ik denk ja, dus dat als je allemaal praktische dingen nu gaat doen, dan gebeurt er alsnog niet, omdat we onszelf hebben vastgedacht. Ik denk niet dat het een filosofisch ding is, ik denk dat het cultuur is. Dus ja. het zijn de mensbeelden, de wereldbeelden, onze routines, onze handelingen. Alles maar, wat we... Ja, en ook en hoe de dingen zijn ingericht. En dat verandert gewoon heel langzaam. Wat interessant is, denk ik, hier is... eigenlijk zeggen we allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Maar we stoten op een reële paradox die er is in het toekomstdenken. Je hebt een dominant beeld. Waar ik verwijs naar de Italiaanse filosoof en politicus Gramsci, die spreekt over de culturele hegemonie. Tegelijkertijd heb je, zoals ik daarnet zei, evenveel toekomstbeelden als dat er mensen rondlopen. En dat is ergens een paradox tussen het verschil van per individu denken en het maatschappelijke denken, waar het individuele denken ook door geïmpacteerd wordt. En dat is eigenlijk de paradox waar we op stoten. Maar eigenlijk vertellen we hetzelfde. Die hegemonie die is er. Daar valt niet omheen te gaan. Tegelijk zijn er heel veel verschillende perspectieven die je kan gaan zoeken. Alleen die perspectieven vinden op dit moment niet hun weg in de representatieve democratie, de verschillende in de instituten. Media, in de instituten, de denktanks, de banken. Ja. Dat is waar hegemonie eigenlijk tot stand komt. En hegemonie, heel kort, wat wil dat zeggen? Gramsci onderzocht van hoe komt het in zijn tijd dan, in het verhaal van kapitalistische blok tegen communistische blok, het marxistische denken, heel hard bezig met die klassenstrijd. Hoe komt het dat de lagere klassen eigenlijk... Een ideologie behartigen en aanvaarden die de belangen van de hogere klasse dient. Ja. En hij is op het concept van hegemonie gekomen. Dat wordt eigenlijk op subtiele wijze verspreid via al die invloedrijke instituten. Op een manier dat je op een duur bijna niet anders kan dan zo te denken, omdat het gewoon de realiteit is die je constant rond je ziet. Mm-hmm. En dan komt die ideologie via instemming tot stand in plaats van via dwang, kort gezegd. Dus we kunnen daar niet omheen, die hegemonie is er, maar al die perspectieven, die inheemse perspectieven, die andere lenzen, al die verschillende verhalen bestaan ook, maar die vinden hun weg niet via die instellingen. En daarom zeg ik, ik beschouw mezelf als een anarcho-futurist. Verbeelding van de toekomst moet van onder komen. Kan maar niet heb je niet het idee dat ook gaande is? Het gaat natuurlijk langzaam, hè? Ja, tuurlijk. We hebben geen tijd. Dat is ook een punt. We hebben geen tijd. Ja. En we hebben het daarnet ook over gehad dat we het gevoel hebben dat we op een kantelpunt zitten in dat toekomstdenken wel. Nu, het is natuurlijk een psychologische bias. De mens denkt altijd dat hij een kantelpunt in de geschiedenis. Ja, maar ik heb wel het gevoel dat we nu twee whammies tegelijk hebben. Dus zeg maar, we hebben de cultuur... Of nee, we hebben de klimaat-biodiversiteit-crisis... En er is opeens een nieuwe informatietechnologie geïntroduceerd... die eigenlijk onze publieke sfeer, publieke domein versplintert. Ja, dat maakt ons natuurlijk echt een soort van... Ja, we hebben en een soort van deadline, gevoelsmatig. Een soort van, over 50 jaar is de koek op, zeg maar. Ja. Dan staat er geen boom meer, et cetera. En we hebben geen publiek domein meer... waar vertrouwen heerst en waar consensus gemaakt en georganiseerd kan worden... geproduceerd kan worden. Ja. Ja, dat is natuurlijk... dat is de worst combination ever, zou je denken. Ja, dus wat dat betreft zitten we niet op zo'n goed kantelpunt. Nou, het wordt wel consens gemaakt. De wappies gaat het echt voortreffelijk af allemaal, toch? Nieuwe mythes bedenken. Snap wat ik bedoel? Die vinden heel goed gewoon hun verhalen waarin ze geloven. Ja. En de rest van ons allemaal een beetje een soort van... Ik weet de cijfers niet, maar ik vraag me dus af in hoeverre die... goed. In hoeverre dat er echt zijn. Ja, hoeveel het echt zijn. Ja, ja. En ik vind ook wel genoeg om het museumplein vol te krijgen. Dat is al best wel sick, toch? Weet ja, maar ik vind het ook wel... En dan politiek verschuiving. Ook wel interessant dat het wantrouwen tegen de achterkamertjespolitiek... wat jij net eigenlijk ook net soort van... Ja, ik zou een wappie kunnen zijn. Ik ben gewoon rijp voor die beweging, weet je wel. Ja, maar ik denk dat we allemaal aanvoelen... dat we een diepere democratische, een nieuwe emancipatoire stap moeten nemen... op een of andere manier. Ja. Ja. En er wordt ook heel veel geëxperimenteerd met burgerraden... en Van Rijbroek heeft daar een prachtig boek over geschreven... en ik weet niet of dat hem is... maar ik denk wel dat we met z'n allen aanvoelen... we moeten een nieuwe architectuur van consensus... bouwen, organiseren, inclusief politiek. Ja, en jij hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ja, waar begin je dan?
Ja. Ik heb toch wel heel erg het idee dat de politiek in ieder geval altijd de hekkensluiter is van culturele verandering. De hekkensluiter, ja. Ja, die maar gaan goed. Pas in actie. Nee, maar die moet natuurlijk ook kapot. Zeg maar, dat is deel ervan. Ja. Ja, natuurlijk. De parlementaire democratie is gewoon gebouwd op een soort van koloniale geld. En dan een soort van het kapitalisme wat een beetje zo opkomt. En dan boem, oh ja, dan gaan we het zo doen. En dan, ik zou niet per se zo cultuur... Ik bedoel, dat is ook waar. Ja. Dat is een lens die waar is. Maar de westerse moderniteit is ook een hele emancipatoire cultuur. Steeds meer mensen mogen meedoen. Ja. Dat is ook... Nee, maar Christian, die parallele ontwikkelingen... Die maar dit is er wel eentje waar je op kan inzetten. Maar dankzij of zeg maar ondanks of dankzij, dat weet je natuurlijk niet. Het is natuurlijk verweven. Ik zeg ook niet dat... dat is, weet je wel, dat is allemaal waar. Dat kolonialisme, dat slavernij, dat is allemaal waar. Maar je moet ook bedenken dat iemand als Sukarno... die kwam tot zijn... wij moeten vrij zijn doordat hij meegenomen werd in modern emancipatoire denken. Ja, maar je weet natuurlijk niet, als we het hebben over nadenken over toekomst, en je weet niet wat er anders was gebeurd. Was er voor hem een pad waarop hij daar ook was gekomen? Zonder onze bullshit. Het punt dat ik wil maken, er zijn ook interessante trends waar we ook op kunnen inzetten en waar we mogelijk... toekomstscenario's uit kunnen halen die niet anti zijn, maar voor iets. Ja, en dat zijn volgens mij ook die onderbewegingen. Ik ga het heel even afronden, want ik wil heel graag ook nog ruimte voor de zaal. En daarmee ook even teruggrijpen op wat Yannick eigenlijk net nog aangaf, dat het is ook iets wat van onderop moet gebeuren. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe jullie daarover denken, op welke manier jullie misschien zelf ook toekomstdenken in de praktijk proberen te brengen en we dus al die diverse geluiden meer zichtbaar kunnen gaan maken. Maar ik neem heel even afscheid van ons online publiek. Dank jullie wel voor het kijken. Hou vooral de agenda in de gaten voor volgende programma's. En als je kan, word vriend van Pakhuis. Zorg ervoor dat je volgende keer hier in de zaal bent. Want nu gaat het leukste stukje beginnen. Het nagesprek, waarin we nog heel veel nieuwe input en ideeën gaan uitwisselen. Dus hopelijk tot de volgende. Maar voor nu, hele goede avond.